Geert Pluimers hier namens de Ronde van Enter en de Ronde van Twente. En weer een vlog. En ik ben vandaag op bezoek bij een broer en een zus. Het is een beetje familie van mij. Het is een achterneefje en een achternichtje. Ze zijn de kinderen van mijn neef. En het gaat vandaag over Ilse Pluimers en Rick Pluimers. Nou, alle twee wel bekend, denk ik, in de wielerwereld. En ik ga eens even kijken hoe het met hun gaat. Ik heb hen lang niet gezien. Normaal gesproken zie je ze in een wedstrijd. Alleen, ja, de laatste tijd niet. Met dat corona-gedoe. Maar we gaan weer de goede kant op. Dus ik denk, ik fiets even. Ze wonen dichtbij. Dus wij doen een vlogje met Ilse en Rick. Nou, Rick en Ilse. Wat leuk dat jullie mede wilden werken aan dit vlogje. Ja. Zo spontaan, hè? Na 35 keer vragen zeiden jullie spontaan, ja, dat doen we. Nee, maar goed, dat is maar een grapje natuurlijk. Ik begin even bij Rick. Rick, je was in 2019 bij je uitgekomen voor Monkey Town. Om vervolgens een prachtige overstap te maken naar het opleidingsteam van Jumbo-Visma. Dat is natuurlijk niet een geringe stap. En vooral omdat je nu... Je bent 19 jaar en je wordt dit jaar 20. Ja. Nou, en als je dan de kans krijgt om in zo'n team te kunnen je ontwikkelen, is natuurlijk fantastisch. Ik heb begrepen dat je ongeveer tot je tiende heb je gevoetbald. Klopt. En toen langzamerhand heb je toch de fiets gepakt. Mede waarschijnlijk door je pa en ma, want dat zijn natuurlijk ook fanatiek wielrenners geweest. En ze dragen het wielrennen natuurlijk nog een warm hart toe. En Ilse, jij bent inmiddels 18 jaar. En vroeger had je al een keer wat met turnen, maar niet zo heel lang. Ik zie je nou zo als rondemisje bij de jeugdronde van Enter. Ja. Dus je was er al vroeg bij. En dan was je rondemis. En tegenwoordig fiets je bij APB-team. En dat doe je nou sinds 2019, 2018? Als eerste jaar is junior 2018. Oké, 2018. 2019. Oh, 2019. Nou ja, goed. Het is dus nog niet zo heel lang. Nee. En je was al vaak geselecteerd afgelopen jaar voor de NK's, EK's, WK's. En ook voor het Europees kampioenschap van 9 augustus jongsleden in Alkmaar bij de junioren. En zie daar, de overwinning was een feit. Ja. Europees kampioen. Wat geweldig. Ja, dat was wel gaaf. Dan weet je eigenlijk niet goed wat er gebeurt. Denk ik. Op dat moment was het onwerkelijk, maar later als je dan het truitje aankrijgt, dan begint het een beetje te beseffen. Heb jij ook een nacht in dat shirt geslapen of niet? Nee, dat heb ik niet. Nee, ja, Pim Ronnaar was ik laatst, die zei van ja, dat was goed voor jou, voor de toekomst als je dan... Ja, dat hoorde ik, ja, toen dacht ik shit. Ja, ja, dus dat, maar het kan alsnog. Ja, precies. Ja, dus... Maar goed, ik geef naar Rick. Rick, jij was, we zagen jou nog dit voorjaar in de Ster van Zwolle, dus de Craft Ster van Zwolle, waar je toch fantastisch meedeed. Ja. En ik had het gevoel van Rick, jongen, je bent op de weg naar grote vorm voor 2020. Mm-hmm. En uiteindelijk werd je zevende. Ja, klopt. Ja. Nee, het was een goede wedstrijd en ik zat eigenlijk continu mee. Alleen na 150 kilometer was dat denk ik, toen maakte ik een fout. Kwam ik in de tweede waaier en toen bleef het gelukkig goed draaien. Toen kwam ik de laatste, volgens mij 2-3 kilometer sloot ik aan bij het eerste groepje in mijn eentje. En toen heb ik nog onze sprinter geholpen door de sprint een beetje voor me aan te trekken en toen een mooie zevende plek. Ja. Dus dan is het jouw taak en dan voel je jou verantwoordelijk. Om uiteindelijk dan denk je van, hey, ik kan het toch zelf niet helemaal winnen. Nee. Ik help mijn maatje en die trek ik nog even aan dat hij dan toch nog een mooie uitslag maakt. Voor de tijd afgesproken dat als het een sprint zou worden, dan zouden we voor hem gaan. Dus daar heb ik me ook aan gehouden. En, achteraf heb ik wel gehoord, want het had misschien anders gekund. Maar ja, dat is natuurlijk achteraf. Ja, achteraf dus, kan je alles. Dus op zich, ik was zeer tevreden met deze uitslag. Ja. Oké. Okay. In de benen van de dag. Nou, Ilse, jij was dan de laatste keer dat we jou volgens mij op tv zagen, dat was dan in Silvelle. Ja, en daar begon je best achteraan. Ja, nou het was, ik had UCI-punten gehad, dus we dachten eigenlijk dat we vooraan mochten staan. Alleen toen was de opstelling heel anders. Want toen was het, op elke rij komt één iemand van het land te staan. En ja, van het land had ik niet de meeste UCI-punten, dus toen moest ik helemaal achteraan staan. Oh, dat was, maar dan knok je uiteindelijk toch nog terug naar een... goede 16e, 17e plaats. 14e. Of 14e? Ja, oké. Okay. Dus dat was helemaal fantastisch. En door al die NK's en EK's, nou ja, Europees kampioen is natuurlijk helemaal geweldig. Maar
Kijk je dan anders tegen een wedstrijd aan of kun je je anders voorbereiden? Word je rustiger of word je gespannender omdat er meer van jou wordt verwacht? Nou, ik heb nu met weggezonden natuurlijk nog niet echt meegemaakt. Maar ik heb wel gemerkt vorig seizoen dat mensen meer op mij gingen letten. Dan werd ik wel een beetje meer zenuwachtig omdat ik dacht van shit, nu moet ik het echt laten zien. Ik verwachtte ze wat. Dus dat vond ik niet zo heel fijn. Hoe ziet jouw tijd eruit nu in de corona-periode, zeg maar? De wedstrijden gaan niet meer door. Je had je natuurlijk helemaal gefocust op een mooi jaar in jouw Europees kampioenschap-trui. En in één keer dan krijg je een bericht van, dus corona, we doen niet meer. Hoe gaat het? Zie je de ploeg nog wel eens of zie je de ploeg helemaal niet meer? Of? Nee, we hadden online meetings dan en daarna zagen ze wel, maar niet... we hebben één training nu gehad. Maar voor de rest zien we elkaar niet. Maar we houden elkaar gewoon heel goed op de hoogte wat we doen. En we hebben wel gewoon heel veel contact. Maar niet fysiek. Oké. En dan komen we even bij je. Want het is niet alleen wielrennen wat jullie doen. Want er is ook iets, zoiets als school. Ja. Rick, wat studeer jij eigenlijk? Of wat? Ik deed werktuigbouwkunde tot dit jaar. Maar dan ga ik... als ik nu mijn propedeuse hou, ga ik daarmee stoppen. En dan... heb ik me ingeschreven voor bedrijfskunde. Want werktuigbouwkunde was niet echt te combineren met sport. Het was niet heel veel medewerking en daardoor liep het een beetje in de soep. En toen ben ik ook gaan nadenken wat ik ook misschien liever wou, of ik het wel echt iets voor me was. En toen ben ik bij bedrijfskunde gekomen. En daar zijn we nu veel intensiever mee bezig om dat goed voor elkaar te krijgen, dat het ook tot een succes wordt. Dus en dat is te combineren met je sport, met de ploeg? Dat hopen we, ja. Okay. Dus ik heb laatst nu een gesprek gehad van wat de regels zijn omtrent topsport. Dus er zijn wel mogelijkheden, alleen de afwezigheid, dat is vooral. Van als ik in het buitenland zit voor wedstrijden en dat soort dingen, dat blijft het lastigste. Ja. En Ilse? Wat doe jij eigenlijk? Ik doe management support op ROC van Twente in Hengelo. Oké, en dat is op sportgebied of gewoon nee, management support? Het is echt helemaal weg van sport. Het is echt met kantoorbaan. Maar ik krijg wel van school, ik heb de topsportstatus en ik krijg wel gewoon veel begeleiding daarin. Dus dan mag ik uren eerder weg of uren missen. Oké. Dus dat soort dingen. Nou, mooi. En dat gaat goed? Ja, dat gaat heel goed. Oké, en dan in al die drukte, school, sport... wielrennen, is er dan nog plek voor een vriend of een vriendin? Ja. Ja? Ja? Ja. Beide gevallen. Beide, ja, Ilse? Ja, ik heb met Lars. En die fietst ook op een hoog niveau, dus dat is top. Dat is Lars, wie? Lars Boven. Lars Boven, ja. Ja. Ploeggenootje van... van Rick. Van Rick, hè? Ja. Rick, je hebt ook een vriendin, die fietst natuurlijk ook. Nee, die fietst niet, nee. Nee, heeft ze niks met fietsen of vindt het wel nee, leuk? Nee, deed aan paardrijden, maar verder rest niks met fietsen. Alleen dankzij mij is het wel leuk gaan vinden en... gunnen ze mij ook de vrijheid daarin, dus dat is heel fijn. Nou, dat is mooi. Ja. Anders staan nou je het ook niet vol samen. Nee, precies. Bereiden jullie je nu momenteel ergens al voor, zeg maar? Is er een stip aan de horizon waarvan je zegt van nou, we hebben afgesproken met de ploeg of een wedstrijd of de eerste samentraining of waar bereiden jullie je op voor? Ik heb vandaag te horen gekregen dat we waarschijnlijk naar Slovenië gaan, eind juli hopen we. Maar dat ligt er natuurlijk ook aan hoe de corona nu... Hoe zich dat verbetert of niet. Dus daar ligt het een beetje aan. En qua wedstrijdkalender is er wel iets, maar het is allemaal nog heel onzeker met wat de landen gaan doen. Qua of ze evenementen organiseren of dat mag en dat soort dingen. Okay. Dus het is hopelijk begin augustus dat er wat komt, maar dat is allemaal nog onduidelijk. Okay. En jij, Ilse? Ik tot nu toe nog niks. Oh, niks, nee? Nee, we hebben nog niet echt met de ploeg iets afgesproken of zo. Maar ja, ik hoop natuurlijk dat EK en WK doorgaat en daar... Ja. Ga ik toch wel voor om daar mee deel te nemen. Maar voor de rest niet specifiek doen. Hè. Nou, willen jullie nog ergens op terugkomen? Hebben jullie nog iets gezegd waar je spijt van hebt? Nee. Of is het goed zo? Nee, het is helemaal goed na zo. Take 3 is het eindelijk goed. Ja, na take 3. Nou, dat zal ik zo meteen even vertellen. Ja. Nou, dan dank ik jullie heel hartelijk voor jullie medewerking. En dan, geen probleem. Hopen wij nog heel veel van jullie te zien de komende tijd. Ja. Komt ook. Oké, goed. We hadden het met Rick en Ilse Pluijmers over wat ze doen en hun toekomst. Natuurlijk hopen wij je nog heel vaak te zien in de wedstrijden, in EK's, NK's, maar ook gewoon in de normale wedstrijd. En namens de familie Pluijmers kan ik rustig zeggen dat we er heel erg trots op zijn dat ze zo ver zijn gekomen. En ze zijn al heel ver gekomen en we verwachten dat ze nog veel verder komen. Dus dit was weer Geert Pluijmers op locatie en... ik zie u graag een volgende keer. Dank u wel voor het kijken en
Graag tot ziens.